gisteravond om te kleden om hier naartoe te gaan. En toen bedacht ik me ineens dat ik op het podium onzeker word van twee soorten mensen. En dat zijn mannen en vrouwen. Ja, om even bij de mannen te beginnen. Ik weet zeker dat iedere man die hier in de zaal zit en die geen homo is, toen ik hoi zei, heeft gecheckt of hij het op me zou kunnen. Wat is jouw naam? Laurens. En Laurens, ben je homo? Nee. Oké, top. Zou je het op me kunnen? Ik zou je doen hoor. Ik ben je type niet. Nou, jij doet voor mij gelukkig ook. Ik heb geen idee voor mij in de pocket. En om even door te gaan naar de vrouwen dan. Maar toch bedankt voor je antwoord hoor. Ik vind je topposer. Nee, om even door te gaan naar de vrouwen. Want alle vrouwen die hebben gecheckt of hun vriend het om me zou kunnen. En dat gaat echt paard met haat. Echt diep gewortelde haat. Ik zag daar een stelletje zitten. Jullie zijn een stel, toch? Ja. Oké, okay, en wat is jouw naam? Rashmi. Rashmi? Ja. Mooie naam. En hoe lang zijn jullie samen? Vijf jaar. Vijf jaar, alles kan kapot. hou eens op mijn klappen daar. Maar, wat zei je? Je bent wel een leuk meisje. Ik ben een leuk meisje, nou dankjewel. En als ik hem zo zie kijken, dan gaat het wel goed komen. Waarom ik het vraag, is omdat ik aan het onderzoeken ben of ik nog in de markt lig. Want ik ben al een tijdje vrijgezel, 6 weken na 25 jaar. Nee, maar ik begin steeds meer de indruk te krijgen dat het gewoon aan mij ligt. Ja, ik weet altijd wel een reden te vinden waarom ik een gozer uiteindelijk toch een pannenkoek blijkt te vinden. Dan kom ik thuis en dan vraagt mijn huisgenoot, en hoe was je date? En dan zeg je, ja, wel gezellig, maar hij hoest. Ja, en dat, kijk, en tuurlijk, dat zijn geen redenen, maar soms zijn redenen goede redenen. Ik had laatst een date met een jongen. En hij zou voor me koken. Hij zou voor mij koken. Hij zou voor mij koken. En wat ging hij koken? Hij ging koken kip tandoori uit een knorpak. Ja, nou ja, sorry. Er zijn grenzen en die grens, dat is gewoon knor. Ja, want het betekent gewoon dat die gast in de supermarkt loopt met in zijn ene hand een mandje en in zijn andere hand een knorpak wat zijn boodschappenlijst is. Dat kan gewoon niet. En daarnaast, die mensen denken dat ze kunnen koken. Maar dat is helemaal niet. Je bent ook een timmerman als je een boekenkast van de IKEA in elkaar kan uitzetten. Nee, dan ben je gewoon goed in een fucking stappenplan aan werken. Daar ben je goed in. Ja, daar maak ik me druk om. Mijn leven. Nee, maar hij was sowieso erg goed in stappenplannen bleek, want tijdens het etentje vertelde hij dat hij de beste modelvliegtuigbouwer van de Benelux was. Ja, en met alle respect, maar met dat soort mensen wil ik sowieso niks te maken. Zit er een modelvliegtuigbouwer in de zaal?